Ja, Lisa van der Geest. Ik wist het vanmorgen hoor. Ik denk, ik ga jou even interviewen. Hoe dacht je er zelf over? Ja, ik vond je al zo optimistisch. Maar dat was een voorbode, denk ik. Kopgroep van 8 vrouwen. Ja, kun je die finale eens beschrijven voor jou? Ja, je was ontzettend moeilijk. Weet je, als eenmaal het tempo eruit gaat, zo, ja, er wilde eigenlijk niemand rijden behalve wij. Maar wij zijn gewoon niet zo goed vanaf stilstand. Dus dan heeft aanvallen gewoon heel weinig nut. Omdat iedereen is veel rapper, dus die doet 2 passen en dan zit ze erachter. Dus ik dacht op een gegeven moment, het wordt een sprint, ik moet achter Irene zitten. En nou ja, Irene die bij de laatste bocht ging ze te veel naar binnen en daar zit een klein gaatje. Die pakte ze en ik dacht, nu moet ik door. De vraag is altijd, hoe moet je Irene Schouten verslaan? Het is het antwoord dus. Ja, nou ja, het was sowieso al wel een goede koers waarin we haar, ja, ze miste vandaag Karin, haar ploeggenoot. Karin Kleibeuker. Ja, Karin Kleibeuker, dus we, ja, ik had overwegen al wel door dat we er aardig moe kregen. Ze moest heel veel gaten dichtrijden zelf, dus dat is voor ons natuurlijk gunstig. Ja, wat betekent dat Noord-Laren winnen? Alle ogen zijn op je gericht, hè? Dat weet je. Ja, ik vind het super mooi. Ik zat gisteren 5 jaar geleden terug te kijken van hier. Toen was ik eigenlijk in dienst van Mariska Huisman, die won hier. En ja, dat ik dan 5 jaar later haar, ja, winst mag overnemen, dat is echt super mooi. Oh, die zit thuis op de bank ook te genieten waarschijnlijk. Ja, ik hoop dat ze het ziet. Het rondje, is dit natuurijs of kunstijs waar je op rijdt? Leg het ons eens uit. Ja, het is heel hard. Harder dan kunstijs. Dus je hebt wel een ander slagje. Je kan niet heel erg ver doorstrekken. Je moet hem iets korter houden. En ja, de bochten die zijn hier best wel wijd. Maar het stukje is weer korter, dus het is wel anders. Maar bij de mannen, moeten we dan de specialisten op kunstijs in de gaten houden of de echte rouwdouwers? Nou, ik denk dat er één iemand is die momenteel allebei is. Jouke Hoogveen, ontzettend in vorm. Die rijdt tempo's, dat is niet normaal. Dus die gaat vandaag knallen, denk ik. We houden hem in de gaten. Noord-Laren winnen, wat zegt dat? Ja, dat is fantastisch. Die sfeer hier, superveel mensen. En ja, tv erbij, ja, ik ben echt heel blij. Kun je best een dagje vrij voor nemen, hè? Ja, ik heb morgen nog een hert in town, dus ik hoop maar dat mijn professor zit te kijken. Dat hij genade heeft met me. Vast wel. Dankjewel. Dankjewel.